Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus Johannes van Mook, berbicara kepada pemirsa tentang kesadaran nasional dan keinginan rakyat Indonesia untuk merdeka dan tentang sifat hubungan antara negara merdeka tersebut dan Belanda 7 Januari 1946. Sumber diambil dari Netherlands Institute for Belt and Gluit. Salam sejarah sahabat Zona Netizen. Het nationalistische gevoel van eigenwaarde der Indonesiërs is evenals dat van alle Aziatische volken door de gebeurtenissen van deze wereldoorlog in brede lagen versterkt en verdiept. Het groeiende verzet tegen de Japanse terreur heeft het gevoel van weerbaarheid verhoogd en een wens levendig doen worden om voor de toekomst een herhaalde onderwerping door een vreemde tiran mede uit eigen kracht te voorkomen. Al hebben de Japanse invloeden tot verwildering en excessen geleid, in de diepste grond betekent dit geen afkeer van of haat tegen ons. Het betekent alleen een afkeer van hetgeen belichaamd is in de woorden koloniale verhouding. In wezen denken wij gelijk. Slechts de afzondering en de verwildering, door de oorlog en de bezetting geschapen, staan tussen ons. Het kan geen ideaal voor Nederland zijn om door een zuiver militaire onderwerping de eenheid van het koninkrijk te herstellen. Evenmin als het een ideaal kan zijn om het uiteenvallen van ons gemene best voor te staan of te aanvaarden, of de voortgezette terreur te dulden. Daarom is naast het bedwingen van wanorde en misdaad, het verkrijgen van samenwerking met de gezonde elementen in de nationalistische beweging plicht, omdat alleen daardoor het einddoel kan worden bereikt, een samengaan als volledige deelgenoten in het verband van het hernieuwde koninkrijk. Het leed der onzen, dat wij met alle middelen trachten te verzachten en te beëindigen, zou geheel vruchteloos zijn geweest wanneer dit doel niet zou worden verwezenlijkt.